deze video gaan jullie zien hoe ik in deze situatie ben terechtgekomen en hoe stoer politie doet tegen ons in Maastricht. Veel kijkplezier. Oh my god. So it has a 700cc engine. This thing is extra. These lights here. And this one is loose. I need a key for that, but I don't have it from someone. So yeah, that's sick, man. It's sick. I'm not going to talk too much. Thank you.
Goedenavond. Hele goede avond. Het eerste wat ik aan je wil zeggen, als ik achterop had gezeten, had ik je hartstikke kapot geslagen. Waarom dat? Ja, omdat je een idioot door de stad rijdt, zijn ze bloot burgers, bal is dood. Dus heb je een rijbewijs bij je? Jongen. Ik heb nu dat is gewoon geluid. Nee, dat was geen geluid. Dat was absoluut geen geluid. Ze stonden naast je. Stond naast je. Wat hebben jullie gezien dan? Die rijbewijs bij je. Ja, zeker. Maar wat hebben jullie gezien? Dan had ik je verteld dat je een idioot door de straat rijdt. Ik ga je niet als een idioot. Ik ga je gewoon normaal. Het is gewoon het is alleen maar geluid. We hebben ook alles opgenomen hoor. Rij maar 10 en hij maakt geluid. Ja, dat weet ik. Ja. Wat weet je wat ik doe dan? Een stok. Snelheid is geen geluid hè. Als ik 10 rij? Ja, oké, kom maar. Ja, dat dacht ik ook. Ik heb dit ook niet hè. Kom maar eens een keer langs de grond dan. Ja, langs de grond ja. Kun je ons dat dan? Als je zo als een idioot rijdt, je begrijpt het niet wel ja. Inderdaad. Ja, kun je ons dat dan? Kun je het verkeerd hoor. Maar ben je wel een keer gevallen met je grote bijt zo achterop? Nooit in mijn hele leven. Nee. Vind je dat jammer? Nee, dat vind ik niet jammer, maar hoe denk je dat eruit ziet? Ja, ik heb wel mensen gezien die zijn gevallen met blote buik. Ja. Die hebben een paar schaafwonden gehad. Ja. Maar ze zeggen ook, daar word je hard van. Oké, okay. Ja. Toch? Ja. Dus jij wilt, jij bent hard. Ja, heel hard. Harder dan jij. Hoezo? Heel erg. Waarom zeg je dat dan? Wat zeg ik dan? Dat je harder bent dan mij. Waar komt dat vandaan? Zijn mening, hij vindt dat hij hard is. Ja? Ja, ja. Dat is... ja, ja. Ja, ja. Eerlijk is eerlijk. Ja. Dat is geen mooi ding. Jawel. Nee? Ze zijn gewoon niet rijden. Nee. Hey, die apparaten die zijn toch ontworpen, hè? Ja. Om een of andere boer door weilanden heen te rijden. Daar zijn die dingen voor ontworpen. Ja. Je ziet er echt niet als of een boer moet rijden. Ja, maar eerlijk, het geluidje is wel lekker. Lekker een beetje gas geven, een beetje koppeling in. Waar ben je? Hoe oud ik ben? Ja. 18. 18? Ja. Ja, ja, dat snap ik dat je dat leuk vindt. Ja, dat leuk vindt. Ja. Weet je dat je strafbaar bent, dat je gewoon aangehouden kan worden nu en bij ons kan slapen? Ja, ik begrijp dat je aangehouden kan worden nu. Dat vraag ik je. Ja, ik dat je strafbaar bent dan nu? Ja. Ja, ja, is goed. Oké. Okay. Kijk, zo snel kan dat gaan, hè? Je kunt mij gewoon natrekken. Ja, en als je hem tijd neemt. Ja. Trek maar na. Ja, dat is mijn collega. Alsjeblieft. Dankjewel. Wij maken een rapportage over van jouw onveilig en agressief rijgedrag. En bij een volgende constatering deel ik je mee dat je kort in beslag genomen wordt hier in Nederland. Ja? Op wat baseer je dat? Zoals ik zeg heb. Maar op wat? Agressief en onveilig rijgedrag. Dus ik rij agressief. Ik heb alles op video. Ja, alles is opgenomen. Ja. Als ik één keer harder heb gereden dan dat het mocht. We ja, ja het staat op videocamera, dus je kan er omheen lullen. De straat waar ik heb gereden, kun je zien dat ik normaal heb gereden. 30 in de stad, 50 buiten de bebouwde kom, 50 in de bebouwde kom. Of niet? Mijn waarneming is daar genoeg voor. Uw waarneming? Ja, dat zullen we zien bij de rechter. Oké, okay. Ja, maar dat mag hè. Ja, nee, als je camerabeelden hebt, kan je er niet omheen lullen. Dat weet je zelf ook. We zijn er al rechtskaders, dus als je goed weg. Ja, zeker. Hey, veilig jongens, doe je t-shirt aan hè. Dus ik gun jou dat niet hè, ook al word je er hard van hè. Maar kun je die schaaf onder hebben. Even. Ciao. Ja. Het is kunnen nu. Dat is het, ja. Het is kunnen nu. Lekker voor. Staat er nu. Ja, we staan de oude wonder. Ik heb geen papieren bij. Nee. Als hij die vroeg hè. We're eating a fry at Amis Maastricht. Was het koud? Ja, yeah, just fries. Voor mijn Moroccan viewers. Why is it flickering, bro? That's pomps, you know what I'm saying, pomps? Mrareba. Best drink ever. Can you see me? Are you blind? 200 likes? I drive on it. 200 likes. But I already know you're gonna... I have 200 likes. I already know, bro.